wat gezellig. Dames en heren, hartelijk welkom vanavond weer bij onze show. We vinden het erg gezellig dat u vanavond bent gekomen. Ik vind het niet zo gezellig. Waarom is het niet gezellig? Ze zien me niet. Zit dan niet te zeuren over details, maar dat is niet belangrijk. Maar ze zien me niet, jongen. Dat is er niet. Dames en heren, we gaan een zeer gevarieerd programma vanavond voor u brengen. Kan ik misschien een andere kruk krijgen? Een andere kruk. Zit u niet te zeuren, jongen? Ja, je man hebt altijd wat. Zit over kleine details te zeuren. Ik weet niet of ze een andere kruk hebben, trouwens. Oh, voor de televisie heb je krukken genoeg. Ja. Is er een andere kruk voor Piet Bamberger, jongens? Want de man... Zie, heb jij je zin? Dankjewel. De andere kruk, oké. Nou, kijk eens, een mooiere. Nou, fantastisch. Geweldig. Een nog mooiere dan ik. Zie? Nog mooier dan ik. Eindelijk blij. Goed, mag ik verder gaan? Ja, je moet verder. Oké, dames en heren, we vinden het erg gezellig dat u er vanavond bent natuurlijk. En we gaan een zeer afwisselend programma natuurlijk maken, dat begrijpt u wel. Ze zien me weer niet. Man, nou toch op! Ze zien me weer niet, jongen. Je hebt een mooiere kruk dan ik. Zit niet te zeuren. Nee, maar ze zien me niet, jongen. Ik heb een contract dat ik meespeel in deze show. Dan moeten ze me ook kunnen zien, begrijp je wel? Dat moet je ze zien me niet. Die man die alsmaar over die kruk... Nou, weet je wat? Kom dan maar van de kruk af. Doen we het zonder kruk. Is dat goed? Ja, doen we het zonder. Zetten we de krukken gewoon aan de kant. Ik dacht het juist een beetje cabaretachtig te maken. Maar goed, als je dat maar ik begrijp het wel. Jij wil mij niet in beeld hebben. Jij wil alleen in beeld met die grote koorrap. Ja, ik heb het door. Ik zit er door met jou. Ik heb er door. Nu ga je iets te ver, vriend. Ja. Je kan alles van mij zeggen. Maar ik heb beslist geen jaloezie met je. Zo. Nou, dat misschien niet. Precies. Maar je hebt wel kinderzinnen. Maar heb je wel. Ik begrijp het wel. Jij bent een beetje kwaad omdat ik alle grap altijd in de show vertel. Jij vertelt nooit de grap. En ik wel. En daarom ben je kwaad. Zeg het dan maar eerlijk, want zo is het. Ja? Gooi je voor een mooie vette complie. Nou ja, inderdaad. Kijk, als je het zo stelt, niet zo scherp. Ja. Ik bedoel, inderdaad, ik zou ook best eens een keer een mopje of een grapje willen vertellen, Maar ja, het is mijn taak niet misschien. Goed, dan zal ik met een hele goede collega tonen, krijg jij één van mijn beste moppen. Je kent toch die geweldige mop van die twee mannen in de trein? Maar die? Die twee moppen. Die twee mannen in de trein. Dat is toch een mop, hè? Dacht het wel. Plaats hem. Vertel hem. Jij. Mag jij vertellen? Mag ik? Mijn repertoire mag jij vertellen. Ga je gang. Piet? Graag gedaan. Zeg. Direct denk ik iets van je. Collega, hoor. Nee, dat moet ik zeggen. Nee, nee. Meteen nu? Plaatsen. Nou, eerste klap is in de andere. Nou, oké, graag. Nou, oké, dames en heren, u hebt het gehoord. Het is dus zo, twee mannen zitten in de trein, hè? Wacht even. Wat is er nou? Het is nou zo, een mop is sterker als je hem in het persoonlijke vlak trekt. Dus niet twee mannen, wij zitten in de trein. Dan is die mop sterker. Oh. Een mop altijd in het persoonlijke vlak. Sorry, even naar terzijde. Nou ja, oké. Plaats hem. Je hebt wel even gelijk, maar even nou niet meer ertussen komen. Even niet meer ertussen. Oké. Wij... Oké. Wij zitten dus in de trein naar Leeuwarden, hè? Nee. Het was... Het was Groningen, was dat, jongen. Groningen. Zit er nou niet steeds tussendoor? Dat maakt toch niks uit? Nee, maar ik wou het even zeggen. Maar iedereen is gespannen, jongen. Dat wordt een gillen, dat zou je zien, jongen. De mensen... Kijk, ze vreugden ons erop. Ja, nou, het is zo. Maar oké. Wij zitten dus, dames en heren, in de trein naar Groningen. Zo tegenover elkaar. Dat is fout. Sorry. Ik vertel het niet meer. Nee, ik doe het niet meer klaar. Sorry, ik ben klaar. Nee, ik doe het voor jouw eigen best wil. Kijk, als je een wit vertelt, moet je hem goed vertellen. Je moet hem ook goed vertellen. Wij zitten naast elkaar. En niet tegenover elkaar, want als we tegenover elkaar zitten, zouden we allebei bij de verwarming kunnen. Ja, ga een beetje op de kloof vooruit lopen. Maar je vertelt hem op goed of je vertelt hem niet? Of moet mijn mop terug? Nee. Hoe mijn mop terug? Helemaal niet. Mop gegeven blijft gegeven. Laat hem mij nou even rustig vertellen. Oké? Goed, maar doe het goed. Oké. Wij zitten in de trein naar Groningen naast elkaar. En we rijden zo. Is dat goed, dit? Ja, prima. Je verkoopt me goed. Oké. En Piet heeft het koud, staat op en zet de verwarming aan, hè? Maar goed, ik vind dat te warm, dus ik sta op en zet de verwarming weer uit, hè? Je merkt wel dat het een oude mop is, hè? Waarom? In die moderne treinen kan je het zelf niet meer regelen. Het is niet belangrijk! Wacht even. Even terzijde. Verknoei hem nou niet. Wij rijden verder. Waarop Piet... staat weer op zonder wat te zeggen. Ja, ik zei wel wat, maar dan had het toch afgeknipt geworden. Nou ja, is niet belangrijk. En die zetten we warming weer aan, hè?
Maar ik laat me ook niet kennen. Ik zet hem weer uit en dat gaat door aan en uit een kwartier lang, hè? Ja. Mensen zitten op de punt van de stoel. Oh, nou, dat wordt goed, hè? Dat wordt lachen, trek je los. Op een bepaald moment stopt de trein. Ja. Coupé-deur wordt opengerukt en daar staat de stoker met een schep met kolen. Mensen, hou je vast, dan kom je aan. Platen. Ja, ja, ja. En die zegt, jongen, wat moet er nou gebeuren? Ja. Moet die verwarming nou aan? Of moet die uit? Ja, valt een klein beetje. Dat valt een klein beetje. Ze lachen er niet hoor. Nee, nou ja, ze kenden hem natuurlijk al. Nee. Nee. Maar je vertelt het verkeerd. Oh! Je vertelt het, kijk, het is namelijk zo. Ja. Die stoker, die was geen gewone man, dat was een dwerg. Dat is het verschil. Dat wist ik. Die man was een dwerg. Wist dus als je een dwerg, dan moet je hem ook als dwerg spelen. Ja, oh, dat wist ik niet. Begrijp je? Dus ja, nou, dat hoeft niet meer. Ik heb de clue al verteld, dus... Die clue is zo ijzersterk, die kan je 40 keer vertellen. Is dat zo? Maar dan moet je hem spelen als dwerg. Oh, is dat zo? En dan gaan ze onderuit. Is dat lachen geblazen? Dan gaan ze plat. Is dat lachen? Dan moet ik er een wals bij halen, maar ze gaan plat. Ja, nou ja, dan ze gaan plat. Oké, pak ik hem nog even op. De trein, stop. Coupé-deur wordt opengetrokken en daar staat de stoker met een schep met kolen in zijn hand. En die zegt, jongens, moet die verwarming nou aan of moet die nou uit? Wat een hoel, hè? Dames en heren, in deze tijd van welvaart kunnen wij alles in de winkels kopen wat ons hartje begeert. Maar stel nou eens voor dat er een winkel zou bestaan, speciaal voor de dames, waar de dames een man zouden kunnen kopen. En wij zijn in onze fantasie een stapje verder gegaan en we hebben zo'n winkel voor u meegebracht. Speciaal voor de dames, waar de dames dus een man naar hun keus kunnen kopen. Gaat u even mee naar onze mannenboutique. Hallo, hallo. Silanus, wil jij even naar de showroom komen? Prima. Zeg, Tilanus, ja, is die blonde dame nog steeds aan mannen passen? Ja, mevrouw staat in dubio. Oh ja? Ja, tussen die Arabische sultan en dat marker boertje. Ah, ja, ja. En dat boertje stond er zo enig over gezegd. Ja, ja, ja. Ik begrijp het niet, hoor. Nee, nee. Nou, persoonlijk vond ik dat die radiozanger er ook uitstekend stond. Er ook prima, ja. Maar ze weten nooit wat ze willen. Ah, er is mevrouw. Meneer, ik voel toch wel erg veel voor die donkerblonde die ik net heb gepast. Is het mogelijk dat ik die nog even zie? De donkerblonde, ja. Dat is type 360. Oh, ja, ja, okay. 360. Ja, haal ik je wel. Wil jij, Tilanus, weer zo lief zijn? Dat is vak A, hè? Vak A, uitstekend. Tilanus, goudwaard voor onze zak. Mevrouw, inderdaad, dat type, dat is zeer courant. Dat vliegt bij ons de deur uit. Ik heb het nog niet goed kunnen kijken, hoor. Dus kijk, dat is hem. Vind je het geen plaatje? Dat is hem. Ja, hij ziet er wel solide uit. Oh, ja, ja, ja. En als u iedere dag hè, een kwartiertje met hem gaat trimmen, dan blijft hij zo'n leuke model. Hè? Dan blijft hij zo'n leuke model. Ja. Nou, eerlijk gezegd zocht ik meer iets in het Italiaanse type, hoor. Oh, maar mevrouw, dit is zuiver Italiaans. Ja, ja, oh ja. Nee, ja, 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 ja. Nee, nee. Ik dacht dat Italiaanse types veel kleiner waren. Oh, mevrouw, passé. Ja, nee, passé. Nee, ja. Nee. Nee, nee. Dit seizoen hè, worden de Italiaanse mannen een kop groter gedragen. Ja, ja, echt waar. Inderdaad, juist, ja. Ja, dit is ook de nieuwe lijn, mevrouw. Ja. Coupe Toren van Pisa. Ja. Maar hij is niet schuin, hoor, mevrouw. Nou ja. Hij lijkt me wel intelligent ook, hè? Oh ja, dat is de zorgen van de zaak, hè. We geven 5 jaar garantie op de hersenvulling, hè? Ja. Ja. Ja, hij bevalt me wel. Hij bevalt u wel. Hoeveel kost die? Mevrouw, kijk even op het kaartje. Hij komt op 325 gulden, mevrouw. Ja, ja, inclusief natuurlijk vermakelijkheidsbelasting. U begrijpt het wel. Oké, nou die neem ik. U neemt hem graag. Wil u hem thuis bezorgd hebben of neemt u mee? Nou, als u het niet erg vindt, thuis bezorgen. Want ik moet nog wat boodschappen doen, dus als het niet te veel moeite is. Oh, nee. Dan pakken we mooi voor u in, hè. Mooi strikje om zijn nek en zo. Ga jij maar lekker even terug. Ja. Mogen we even afrekenen, mevrouw? Even in de kassa. Natuurlijk. Mag ik voorgaan? Gaat u... Bijzonder hartelijk dank. Goedemiddag. En hartelijk dank. Tot uw dienst, mevrouw. Fantastisch. Dank u, vriendelijk. Goedemiddag, mevrouw.
ben de chef, mevrouw, ja. Meneer, ik eis mijn geld terug. Uw geld terug? Het is een schande wat u mij verkocht hebt. Ja. Eén stuk vodden, dat komt hier. Ik begrijp dit niet, mevrouw. U heeft hem een week geleden pas bij ons gehaald en dat hij zo uitziet. Noemt u dat een kerel? Noemt u dat een man? Ja, dat is... Mijn geld terug. Mevrouw, een ogenblikje alsjeblieft. Tilanus, met spoed naar de showroom. Een ogenblik, mevrouw. Wij zullen hier... Tilanus, kijk eens even, Tilanus. Grote genade. Ja, precies. Hij was zo kwiek toen jij hem toch afleverde. Wat zie je eruit? Ja. Het was een snoepje toen u meenam. Echt zeker, waar. Zeker. Niks was het. Allemaal pap. Nou ja, pap voor die prijs. Precies, mevrouw. Voor die prijsklasse. Ja. Kunt u natuurlijk niet hoge eisen stellen. Nee, en we hebben hem u verkocht als een uitlopertje voor een zonnige dag. Dat hebben we van tevoren gezegd. Ja, inderdaad. Nou, ik ben met hem naar zee geweest en hij krimpt ook. Krimpt hij? Ja, maar we hadden van tevoren gezegd, hij was niet waterproof. Dat hebben we van tevoren gezegd. Ja, maar broer, dat is toch geen... Ja. Dat is toch, Aan de andere kant, Tilanus, wij willen service bieden. Oh ja. En u moet terugkomen. Precies. En daarom, mevrouw, als u de bon bewaard heeft, mag u hem ruilen. Die heb ik. Nee, daar ben ik heel precies in. Oh, dat is eigenlijk daar ben ik heel precies, alsjeblieft. Mag ik even kijken? Nee, ik wil... Nee, dat ja, vorige dat week, inderdaad. Klopt, ja, nee, van, klopt, nee, klopt, nee, klopt. Nee, ik ik wil desnoods ook wel iets bijbetalen als ik maar een beetje meer man krijg. Kijk eens, mevrouw, meer... als u iets bijbetaalt, heeft u ook een ruimere keuze ja, natuurlijk. Ja, dit is toch... Zeg, Tilanus, wil jij met mevrouw even naar het magazijn? Ik voel wat u bedoelt, meneer. Ja, ja, mevrouw, we komen eruit, hoor. Ja. Ik heb al zoveel in de rek hangen voor u. Ja. Ja, echt waar, meneer. Echt waar, meneer. Want dat is toch geen probleem. Nee, laat maar even. Nou ja, wat is er nou hemelsnaam met jou gebeurd? Knap je een beetje op, trek een netpak aan, hè? Probeer ik je nog wel eens even één keer aan de vrouw te brengen. Ja, chef. Oké. Okay. Ja, chef. Terug naar het magazijn. Meneer, ik heb niks kunnen vinden. Niets. Tot de volgende keer, mevrouw. Tot ziens. Moeilijk, moeilijk. Goedemiddag. Ah, goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag, mevrouw. Waar mag ik u mee van dienst zijn? Tja, ik zoek een man. Een beetje sportief type die veel van reizen en trekken houdt. Oh, mevrouw, wij hebben vele types die u zoekt. Misschien mag ik u even het monsterboek laten zien. Kijk, u eens, dit zijn de sportieve types. Kijk, u is blond, donker. Oh, nee, deze mevrouw? Die lijkt me aardig. Deze, ja. Helaas, mevrouw, totaal uitverkocht. Ach. Ja, jammer, maar keus genoeg. Als ik u mag adviseren... Dit type mevrouw. Kijkt u eens naar die afwerking, die solide bouw ook. Hm? Nou goed, laat u me dat dan maar eens even zien. Hm? Heel graag, mevrouw. Heel graag. Type 914 showroom. Zo, mevrouw. Mag u misschien een glaasje sherry aanbieden? Nee, dank u zeer. Nee. Ah, nou. Tilanus, mensje. Ah, kijk eens even. Daar zijn we al. Zo, mevrouw. Hoe vindt u deze? Vindt u geen plaatje? Oh, hij ziet er wel solide uit, ja. Oh, maar is hij ook romantisch? Oh, speciaal type. Kijkt u naar type, hè? Ja, ja. Pijpje. Huh? Ja, en die doet het zo prima bij de open haard. Hè? Zo'n s'avonds gezellig. Ik heb geen open haard. Oh, maar hij doet het ook prima bij de centrale verwarming. Oh. Ja, oh ja. Nou, heren, mag ik eerst even keuren? Oh, zeker. Oh, ja. Zeker. Gaat u gang, mevrouw. Mevrouw, wie mee zeuren? Nou ja, goed. Oh ja. Wij staan er buiten. Nou, zeg, hij is wel een beetje koeltjes. Ja, hij moet natuurlijk even warm lopen, begrijpt u wel, mevrouw? Ja, dat is het. Nou, nee, ik denk toch maar niet dat ik dit neem. U neemt dit niet. Oké. Okay. Ik zou zeggen, Flip, terug in de vaddenmand. Hè? Oké. Okay. Ja. We gaan even. Ja. Beetje moeilijk. Dit is even moeilijk, mevrouw. Veel moois hebt u niet in huis, hè? Mevrouw, wat wilt u het eind van het seizoen, hè? De meest courante modellen zijn er natuurlijk uit, hè? Kijk, zoiets, hè, dat zal mij nou passen. Mevrouw, u zegt iets. Dat zijn de sportieve types. Dat zijn atleten, mevrouw. Hebben we ook voor u. Ja, mag ik u iets laten zien in die... Als het maar niet zo'n slappeling is. Oh, nee, mevrouw, dat zijn kampioenen. Een ogenblikje, mevrouw. Oh, mag ik even 738 showroom graag? Zo, mevrouw. Nee, wat u bedoelt, mevrouw, hebben wij in huis. Wij hebben voor u een zesdagen kampioen. Oh, prachtig. Een sportman. Ah,
Zo, alsjeblieft. Mevrouw, dit is de spierenkolos. Ja. De spierenkolos. De spierenkolos. Ja. Zo, bent u de kolos? Ja, mevrouw, ik ben de klos. Nou ja. Oh, zijn intelligentie bevalt me niet. Oh. Nou ja, mevrouw, dit zijn natuurlijk geen types voor conversatie, mevrouw. Nee. U moet zo'n man zien is een element op de fiets. Ja, natuurlijk. Ja. Oh, het is een enorme fietser, is dat? Ja. Het is een natuurmens, hè. U moet eens even naar de spierenbundel. Voelt u eens even aan de spierenbundel? Ja. Oh, het is één stuk natuurmens, hè. Ja. Vriend. Oh. Ja, hij heeft een klein beetje kou gevat achter de grote motoren. Daar gaat weekjes over, hè. Maar mevrouw, u treft het. Meneer zit in onze vrijdagvoordeelaanbieding. Ja. U mag hem in huis nemen, inclusief fiets. Ja. Voor 485 gulden, mevrouw. Ja. En dan moet u het gauw zeggen, dan neem ik hem mee naar huis. Nou, grapje. Nou, heren, ik denk dat ik er nog eens even over na ga denken. Ah. U gaat door. Nou, dan geef ik terug, boy. Hè. Ja, bedankt voor het voorkomen. Ja. En doe je licht uit dat je weer in het vak zit, hè? Ja. Zo, ja, meneer, moest ik even zeggen. Ik zal morgen weer eens gezellig terugkomen, hè? Oh, kom gezellig terug. Oh, ja. Ik dank u beiden zeer. Goedemiddag. Hartelijk dank. Dag, mevrouw. Dag, mevrouw. Gezellig. Die wou zeker voor een paar centen de man van 6 miljoen hebben. Ja, ik weet het. Is dat wat? Ja, ik weet het. Never mind. Never mind the baby. Zo is dat, Tilanus. Maar goed, we hebben niet veel verkocht vandaag. We hebben niet veel verkocht, meneer. Maar ja, mijn vader zei altijd, een slechte dag is nog een slecht jaar. Hè? Nee. En een koe is van één klap niet dood. Oké. Ja. Maar het is wel netjes, we gaan een punt achter zetten, hè? En ik zou willen zeggen, wij hebben nog één zaak voordat ik naar huis ga. Zou jij die ene spoedbestelling nog even willen afleveren bij mevrouw Van Dalen? Mevrouw Van Dalen, wil je dat doen? Kan ik daarvan op aan? Kan ik maar. Vind je het erg? Ik ga naar huis. Oké, ik sluit alles af. Jij sluit af. Kerel, nou ja, bij wijze van spreken. Ja, oké. Tot ziens. Tot morgen. Hè, zoek er maar uit. Zo. Kom bij, kom bij. Ik ga even mee. Oh! Telefoon. Hallo? Spreekt u mee? Dag, mevrouw Van Dalen. Ja? Nee, ik wou net naar u toe komen. Ja, de zaak was gesloten. Ik kom even bij u langs. Zegt u? Gaat niet door. Oh. Ja, goed. Nou ja, goed. Nee, ik ben niet boos. Nee, oké. Goed, volg je beter. Nee, ik ben niet boos. Dag, mevrouw Van Dalen. Gaat niet door, zeg. Je gaat niet hoor. Is dat 650 gulden? Nou, ik krijg 50% korting van de zaak. Blijf toch vanavond gezellig bij mij. Ik ruik niks, Jawel! Dat gaat er toch direct een enorme rust van zo'n zee uit. Hoor. Ja, schat, ja. Hoe voel jij je nou, Dolle? Of er een enorme last van me afvalt, weet je, schat. Ik heb afgesproken dat we op dit punt zouden wachten. Oh, hier? Ja, hier op deze straat. Ja. Oh, ik dacht dat jij toen zei van een bushalte. Dat is niet doorgegaan. Nee, want die bushalte is verplaatst. Die is naar een andere straat gegaan en... Die man was zo vriendelijk om mij nog even te bellen. Oh ja. En als het goed is, moet hij zo komen om ons naar het vakantiekom te brengen. Nou, als het allemaal rustig is, schat. Als het allemaal rustig is, hè. Natuurlijk. Je krijgt daar echt wat je noemt vakantiedorf. Ja. En denk er nou aan, hè. Ja. Dat je je niet onnodig druk maakt, nee. Je zit het hele jaar op een druk kantoor. Ja. En nou heb je eindelijk eens 10 dagen geen drukke mensen om je heen. Geen telefoon, geen kranten. Heerlijk. Nee, oké. Ik ben er echt naartoe ook. Ik ben er ook echt naartoe. Hè? Ik heb het verdiend. Je hebt het verdiend, Dolf. Jij ook. Jij hebt het ook verdiend. Je hebt het verdiend. Je hebt het samen verdiend. En daarom, hang nou eens even je waffel. Ik zeg niets, schat. En daarom gaan wij beginnen, meteen nou, alles rustig en kalmpjes aan te doen. Ja, vind ik een goed idee. We gaan eens even lekker zitten, Dolf. Dolf. Wil jij even de stoel uitzetten voor mij? Tuurlijk.
Tuurlijk, schat. Doe ik even voor je. Doe ik even voor je. Ah. Oh, sorry. Au! Zo. Zo. Zo, schat. Zo. Alsjeblieft, schat. Fijn. Zo. Zit je lekker, schat? Hé! Heerlijk, zeg. Voel je lekker, schat? Oh, ik voel me enorm rustig. Oh, fijn. Moet jij ook doen, Dolf. Even lekker gaan zitten. Zit, ja. Ik ga hier even zitten, zo. Ja. Even lekker bij je zitten, zo. Zo, en dan moet je even je ogen sluiten. Ja. Kom je lekker tot rust. Ja. En dan moet je even luisteren naar het lied van de zee. Hoor je het? Hoor niks. Van het vakantiekamp, rust wat. Ik ben Joop, Joop, gewoon Joop. Oh. Nou, ik ben Marie. Gewoon Marie. Ja. Marie, Marie, Marie. Welkom, 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 Marie. Tegen. En wie ben jij, wie ben jij, wie ben jij? Ik ben Dolf. Dolf, Dolf, Dolf. Welkom, 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 welkom. Hey. Hoe bevalt het hier? Gaat wel, gaat wel, gaat wel, gaat wel. Gaat wel. Uitstekend, die ben ik wel. Die ben ik wel dat ik een beetje laat ben. Maar ja, het is hier zo'n krankzinnige drukte. Op het ogenblik vreselijk. Iedereen heeft stress. En de mensen die komen naar ons toe, want ze willen rust, 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 rust. Oh, zeg schat, als het daar zo druk is, had ik misschien beter op kantoor kunnen blijven. Wil u dat niet doen weer? Ik zou beter op kantoor kunnen blijven, schat. Hè? Wel nee! Wel nee! Wel nee! Wel nee, wel nee, wel nee, wel nee! Hoe komt u daar nog mee? Meneer, zou u zo vriendelijk willen zijn om ons naar de vakantiekamp te brengen? Ja, ja, natuurlijk! U zult het hier bij ons heerlijk vinden. Heerlijk, 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 heerlijk! Huh? Ik zal u even voorgaan. Graag. Ga maar mee. Heel graag. Schat, ik doe het vullen. Schat, ja. Hoe voel je je nou? He? Lekker rustig? Oh, ik voel me heel anders als toen ik voor huis ging. Heel anders, heel anders. Zit. Hey. Ja, het is weer het nieuws. Kijk leuk, kijk leuk, kijk leuk, kijk leuk, kijk leuk. Kijk leuk. We hebben het consequent bijzonder eenvoudig gehouden. Geen overdadige luxe. De mensen komen hier voor de rust, 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 rust. Ja, ja. Geen telefoon, geen krant, geen televisie, geen radio. Nou, dat, dat mis ik niet. Ik heb mijn eigen Hilversum 3 bij me. Aha. Goed voor je rug? Oh, ja, lekker. He? Ik heb een beetje last van mijn rug nou. Oeh, ja, 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 ja. En, ja. En ik vind het ook zo romantisch, hè, meneer? Ja. Twee bedden boven elkaar. Ja. Oh. Ja, 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 één voor app en één voor vloed, zeg. Ja. Dolf? Ja? Wil jij even de koffers uitpakken? Ja, zeker, schat. Ga mee, ga mee, ga mee, ga mee. Oké, oké, oké. Vlug, 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 vlug! Ja! Zo, kijk even aan! Dit
20ste. Klerenkast. De klerenkast. Ja, het is zeker een klerenkast. Maar ja. Zo, oh schat. Heb je de barbecue ook meegenomen? Ja, natuurlijk, om te gaan picknicken. Oh. Maar denk er nou even om, Dolf, dat is van gietijzer, dat kan breken. Dus een beetje voorzichtig, kom mee, hè? Meisje van 4 jaar, blond haar, vanuit Turkje aan het schaap onder rechterhieltje. Afhalen, post 13. Moet je nou verschrikken? Ja, ik... Ja, ik denk dat ik mijn rust ook wel kan vergeten, schat. Als het hier de hele dag zo doorgaat. Wanneer? Oh. Helemaal niet. Helemaal niet. Nee, af en toe komen er een paar kampmededelingen via onze eigen kampradio. Oh. De mededelingen moeten strikt en strikt worden opgevolgd. Oh. We zijn hier namelijk één grote familie. Ja, meneer, ik begrijp het allemaal wel, hoor. Maar mijn man moet er nog een beetje aan winnen. Die komt hier namelijk wel voor zijn rust. Ja, juist. Rust. Ja. Dorp, hang jij van mijn jurk uit? Ja, dat zal ik even doen, schat. Ho! 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 Ogenblik. Een klein misverstand. Marie, jij slaapt niet hier. Oh. Wat zullen we nou krijgen? Eén van de kampregels. Mannen en vrouwen, gescheiden. Oh, nou, dat vind ik een prima idee. Nou, daar ben ik anders helemaal niet zo blij mee, hoor. Oh. Wanneer zie ik die man dan? Overal waar u maar wil. Op de speelweide. Op het natuurstrand. Maaltijd in de kantine. Kantine. Oh, hebben we 2 kantines? Ik had het nog op de kantine. Nou. Wat doen we? Ik denk niks. Uitstekend. Maak voort. Waarmee? Waar u bij bent. Goed, daar gaan we. Ik zal je wat vertellen. Wat dan? Hmm. Mag ik jou even voorgaan naar de vrouwenafdeling? Hoe vind jij dat als ik daarheen moet? Houd die fluit dicht! Vind ik een prima idee. Hier veel recreatie. Pas op, hè. Laat ik het niet merken. Nee. Oh, schat, en vergeet je koffer niet met je jurk en zo, hè? Tot straks. Tot ziens. Eindelijk rust. Hallo, kampbewoners. Verplicht tanden borstelen.
Familie. Oh, als het dan maar een rustige persoon is. Hoor. Oh, wie had het twijfelen? Tieners, kom erin. Ja, dat kan inderdaad. Oh. Ik zeg goedemiddag. Ik zeg nee, hè. Ja. Wil je je voorstellen, Dolf Tieners, Tieners Dolf? Ja. Dolf Tieners, Joop, 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 ik hoop dat jullie het bijzonder prettig met elkaar kunnen zullen vinden. Tot straks, tot straks, tot straks. Tot ziens, tot ziens, tot ziens. Zo wat gezellig. Ik word zo nerveus. Ik word nerveus van die man. Nou ja. Oh. Wij gaan hier eens gezellig van onze rust genieten. Zou je denken dat het ervan komt, meneer? Wat? Zou je denken dat het ervan komt met het ding? Wat? Natuurlijk, meneer. Ja. Waar kan je beter mee relaxen dan met muziek, zeg ik altijd, meneer. Ja, ja. Daarom neem ik mijn instrument altijd mee met vakantie. Oh. Ach, meneer, als u dat zo weet, dan loop ik mee weg, hè, met dat ding. Oh ja? Ja, oh. Zou u mij misschien even kunnen laten zien hoe ver u ermee weggelopen hebt? Ja. Zeg, ja, maar zie ik twee bedden boven elkaar. Ja. Wil u boven of beneden? Nou, ik slaap liever boven. Boven. Hè? Als u dan begint te toeteren, dan zit ik een beetje veilig. Ja, dat is heel... Oh, vanavond om 8 uur is een bingo in de kantine. De mensen die deel willen nemen, moeten zich voor 3 uur vanmiddag opgeven. Wil de Iwerk 48 de handdoek uit de kieper halen? Dank u. Zo, ik denk dat ik eens even een lekker riedeltje ga weggeven. Zo. Nee, hallo. Zou je er misschien even buiten kunnen doen? Hallo. Zo. Wat is er, meneer? Houdt u niet van muziek? Nou, normaal wel, maar ik bedoel, ik kan er niet zo goed mee tegen. Oh. Ik heb een druk leven. Ik ben hier gekomen voor mijn rust, meneer. Maar ik ben over mijn toeren van die zenuwrijden die hier rondlopen. Oh, ja. Ik heb een druk kantoor. Ja. Ik heb een druk gezin. Ik heb 6 kinderen. Ik wil een beetje tot rust komen. Begrijp je goed? Dat is toch wel wat, meneer. Dan ben ik gewoon aan een kant. 6 kinderen? Dan noemt u wat op? Ja, het is een beetje uit de hand gelopen. Ja, dat moet wel. Dat moet wel. We wonen vlak naar Schiphol, oh. Langs de startbaan, de bulderbaan. Ja, ja. En elke morgen om 6 uur vertrekt er zo'n jumbo jet naar New York. New York, ja, ja. En dan worden we wakker van, dan zitten we recht over in het bed. S'morgens om 6 uur? Ja, ja. Is te vroeg om op te staan en te laat om al te gaan slapen. Ja, ja, ja. Zo doen we, begrijp je wel. Ja, ik begrijp dat wel, meneer. Dat gezin van u, dat blijft zich ook uitbreiden. Nee, ik heb een nieuw middel gevonden voor geboortebeperking. Oh ja? Ja. Wat is dat? Oorkleppen. Hallo, en vanmiddagslaagje. 30 uur verplicht. Rust. Oh, ja. Ik ben hier over mijn toeren. Ja, allemaal lekker rust. Ja, u moet maar lekker. Allemaal uit. Ik ga eindelijk van de band. Gezellig, even plat. Een half uurtje, dan moet je eens kijken hoe je bij komt. Ja. Zeg meneer, ik zie u direct wel, hè? Okay. Zo. Oh, heel gezellig, meneer. Ik weg. Zo. Zeg, Tieners, je pietfluit. Ja. Je pietfluit. Dat hoor ik niet meer, meneer. En hoor, laat maar gaan. Ik kan niet slapen. Ja, laat maar. Geweest heb ook vakantie. Stil. Pas. Stilte! Kijk de goede man. Nou, het begint geduld op. Eerst die zenuwlijn en nou jij. Pas de goede op. Hier heb ik het! Zo, eindelijk.
Stil! Hallo! Hallo! Hallo, houdt op Bellevue. Ja, spreekt u mee? Een dubbele kamer voor vanavond. Ogenblik, zal even kijken. Voor vanavond. Dubbele kamer. Ja, ik heb alleen nog de bruidsuite voor u. De bruidsuite, ja. U bent al 20 jaar getrouwd. Nou ja, als ik u de bal zou geven, hoeft u ook niet de hele nacht te gaan dansen, hoor. Grapje voor de zaak, grapje voor de zaak. Ja, ja, ja. Ik zal het noteren voor vanavond, hè. Hoe is de naam? Lindeman. Oké, komt in orde. Dag meneer Lindeman, tot vanavond. Abonneer. Zo, Lindeman. Goedemorgen, portier. Ah, goedemorgen. Juist. Hoe is het met mijn engeltje? Nou, uw engeltje heeft vannacht het hele hotel wakker geblaft. Ik moet u ook verzoeken die hyena te verwijderen. Hyena? Ja. Mijn kleine Polly een hyena? Ja. Het is een schoothondje. Schoothondje? Ja, nou, ligt eraan hoe groot je schoot is dan. Hier is het vrouwtje. Ach, kijk eens, portier, hoe die kwispelt. Ja, ja, als u er maar rekening mee houdt dat ik een eenvoudige portier ben en geen leventemmerer nogal. Ja, kijk, voor een buitenstaande lijkt hij wel eens wat agressief. Ja. Maar in de grond is hij heus niet slecht. Misschien in de grond niet, maar boven de grond. Boven de grond is hij een gevaar voor de bevolking aanval. Ach, portier, u overdrijft. Nee, overdrijft. Polly is echt een schat. Ik was net van plan om een klein hokje voor hem te gaan kopen. Een klein hokje, dat vind ik overdreven, aanval. Sorry hoor, maar moet ik even lachen. Klein hokje. Als u het draaigebouw zou nemen, hangt ze staart nog in de Vernier Bolstraat. Hokjes. Nou, portier, u weet wel, ik had hem liefst op mijn kamer gehad, maar dat mocht niet. Nee, het is ook verboden dieren mee te nemen. Hè? Zou u stiekem uw verloofde mee willen nemen, dan wil ik voor geld de goede woorden wel een oogje dichtknijpen. Maar niet dit apparaat. Nou, u zou mij toch een reuzendienst bewijzen als Polly nog 2 nachten mocht blijven? Nee, ik heb moeilijkheden met de andere gasten, begrijp u wel. Ik kan het mogelijk doen. U hebt 100 gulden. Nou, dank u wel. Dat is het maar echt. Wat? Nou ja, kijk, het is namelijk zo, mevrouw. Kijk, ik ben van huis uit een dierenvriend natuurlijk. Begrijp u wel? Ja, van huis uit ben ik een dierenvriend. En ach, ik makkelijk zat, ik regel iets voor u en zo. Dat laat u dat maar aan mij over, hoor. Fijn, portier, ik vertrouw op u. Dat kan u rustig doen, hoor. Goedemorgen. Dag, hè. Zo. Zie je ineens toch brood in die hond? Zo. Dat ziet dan. Goedemorgen. Ah, goedemorgen, juffrouw van Veen. Oh! Waar heb je dat bloeddorstige monster? Huh? Wat? In grauwe doodsangst heb ik mij vannacht vastgeklemd aan mijn sidderende sponden. Huh? Er zit noodlot in dat lugubere gehuil. Huh? Dat gejank doet mij denken aan het spook in de gruwelzame tuinen van een vervallen kasteel. Ja, met de koude rilling over het lijf. Is dat soms weer een nieuw toneelstuk van u? Portier, brengt u onmiddellijk die hond het hotel uit. Anders zult u vannacht bij de bleke maan. Bleke maan? Tussen het groene zeewier van het water. Mijn lijk kunnen zien drijven, portier. Je zal zo'n drijver die idee vinden. Portier, by the way, hier is de sleutel. Oh, by the way, dank u wel. Van wie is dat gruwelijke beest? Oh, dat is een nichtje van Paul Verhoeven, juffrouw van de Weer. Wat zei uw portier? Paul Verhoeven, de filmregisseur? Ja, ja, ja. De filmregisseur, ja, dat is de nicht van hem, die logeert hier ook. Maar was hij toevallig vanmorgen nog? Ik hoorde hem zo entre nous zeggen dat hij weer actrice zocht voor zijn liefste film en zo. Zo, zegt portier. Ziet u hoe het beestje vertrouwelijk naar mij opkijkt? Vertrouwelijk? In zijn gedachten voelde die beenderen van u door die zaag van hem. Nee, portier. U heeft het mis. Nee. Nu ik hem zo van dichtbij bekijk, valt het beestje mij eigenlijk best mee. Ik zou hem entre nous wel even willen aaien. Zou ik entre nous niet doen? Dan kost u entre nous een paar vingers. Zou ik niet doen? Nee. Nu ik hem zo zie. Heeft hij mijn hart gestolen? Ja, als u nu oppast, pakt hij de lever en de riblappen er ook bij. Portier, hier heeft u 25 gulden. En doet u een goed woordje bij de andere gasten. Nou ja. By the way, gaat u weer weg? U krijgt 25 gulden erbij. Hé. Hey.
Als u zorgt dat het goed komt. Bij de wie? Het komt goed voor elkaar. Afgesproken, ja. Ach, jongen van de Veen. Die hond is een goede belegging voor me. Sorry. Hou je niet, hou je stil. Hou je stil, dat waarschuw je. Pas op, hè. Kwartier. Moet het baasje boos worden? Helemaal, hè? Helemaal. Ik heb dank de hele nacht geen oog dicht gedaan. Oh, nee, had u bezoek, meneer? Ja, mijn opoe. Nou, goed. Uw opoe? Hé, hey, dan zal ik u een dubbele kamer in rekening moeten brengen. Eenmaal met opoe. Meneer, ik heb niet kunnen slapen vanwege die herrie. Oh ja? Was het zo gehoorig dan? Oh, meneer, houdt u op met die grappen, alstublieft. Ja. Ik heb niet kunnen slapen door de geblaf van die rothond. Oh, ja. Waarom schopt u hem niet de straat op? Dat durf ik nou nog niet. Ik ben bang dat ik terug schop, meneer. Ja, u bent aardig grappig. U bent heel erg grappig. Oh, ja, ja. Maar ik zeg u, meneer, als dat hondje niet binnen, ik zeg binnen een uur, de straat op is, dan logeer ik hier niet meer. Zeg ik mijn kamer op. Goed, die juffrouw is een asiel voor een man aan het zoeken. Dus, juffrouw? Ja. Juffrouw? Ja, die logeert hier ook. Ja, juffrouw van Maurik. Maar ik zal zeggen dat u de bezwaar tegen hebt. Die gaat weg. Neemt u me kwalijk. U zei van Maurik? Juffrouw van Maurik, ja. Toch geen familie toevallig van die grote textielbaas hier in de stad, hè? Ja, zijn lievelingsdicht, ja. Dat is ook toevallig, hè? Ja. Ja, dat is heel toevallig. Ik moet daar namelijk een heel grote order plaatsen. Oh ja? Vanmiddag, ja, ja, ja. Had ik niet verhoord, zeg. Had ik niet verhoord. Maar goed, ik zal zeggen dat hij weg moet. Ja. Ah. Als je zo kijkt, is het toch een aardig beestje, hè? Ja, ja, ja. Mag ik hem even aaien, portier? Nou, zou ik niet doen. Ik krijg die bloedvlekken niet meer uit de pijp, meneer. Ach, ja. Bij nader inzien ben ik toch eigenlijk gek op honden. U niet, portier? Oh ja, financieel gezien vind ik het ook een aardig hondje. Ja. Portier, ik zou het op prijs stellen als dat beestje hier blijft. Ja, ja, dat stel ik op prijs. Ik ga vanmiddag een kluif voor hem kopen, hè? Nou, ja, ik vind het erg fijn en fijn leuk van u en zo, maar ik krijg moeilijkheden met andere gasten, begrijpt u wel. Dit beest moet weg, hoor. Ach, portier, u bent toch een diplomaat? Oh. U kunt toch even met de gasten praten? Trouwens, kijk eens even. Hier is 25 gulden, alsjeblieft. En als het lukt, krijgen we er nog 25 gulden bij. Absoluut. Portier, ik kan op u rekenen, hè? Ja, kunt u, hoor. Dag, lief hondje. Portier. Als ik nog even doorgaan, ga ik van de hond heerlijk met vakantie. Lekker hondje. Ja, maar voor mij portier. Ah, goedemorgen, kijk. Morgen, hier is mijn sleutel. Ik kom mij beklagen. Ik heb de hele nacht geen oog dicht kunnen doen. Nou, dat is ook prachtig, want het leger hoort ook 24 uur paraat te zijn per dag. Staat het goed bekend? Jawel, met uw insinuaties voor u houden. Prachtig van de zaak, ja. Niet te velden. Zegt u? Ben niet te velden. Had ik gezien? Ja, nee. U hebt Ja, nee. Ik ben namelijk bij het departement van legerinkopen. Zo, dus heb ik de laatste keer nog een aanrijding gezien van een van die tanks van u? Een bomfiets. Oh ja? Daar zat een enorm grote deuk in. Wat, in die bomfiets? Nee, in die tank. Oh ja. In ieder geval, wilt u niet met legerzaken bemoeien, dan doen wij wel. En waar ik u op aanval, is de onleefbaarheid in dit hotel. Vanwege het geblaf van die hond de hele nacht. En ik wens dan ook dat die hond verwijderd wordt. Ja, waar moet ik hem mee naartoe? Ja. Ik heb een goed idee. Ik zet hem aan de grens. Aan de grens? Ja, als dan s'nachts de Russen mochten komen, zijn jullie allemaal in één klap wakker. Ja. Zo is het geblaf. Laten we er geen woord over vuil maken. Die hond verwijderd hier. De hal. Dan zal ik zelf mijn maatregelen moeten nemen. Nou, het is nou zo, u hoeft daar niet zo hoog van leer te gaan. Het is ja, zo. Die juffrouw die zal naar de oom toe, Vorstenburg, om te vragen of hij in zijn huis mag en zo. Die woont hier op de hoek. Kijk, je portier, u zegt de naam? Vorstenburg. Vorstenburg? Ja. Toch niet generaal Vorstenburg? Kan wel, ja. Hij heeft zo wat sterren en een balkje en zo. Ja, ja, dat kan, ja. Dat is mijn superieur. Ja, drink ik ook altijd. Dus ja, nee, dat is mijn grote chef. Oh ja? Jawel. Hé, hey, nou, zijn lievelingsnacht die logeert hier. Dat is de wereld klein, hè? De wereld is klein, maar goed, ja. Ik zal zeggen, u wil hem onmiddellijk weg. Nee, nee, wacht even een ogenblikje. Laten we geen overhaaste beslissingen nemen, portier. Laten we de zaak even rustig bekijken. Ja, ik blijf rustig. Dat zo bekijkt is het eigenlijk een verduveldadig beestje. Zie je, kijk eens even, portier. Hij gaapt. Ja. Ja, nog één keer zo'n gaap en hij wordt bij militair heer begraven. Ja. Ik vind het eigenlijk wel een goed idee in deze tijd van agressiviteit. Niet waar? En hond zo in de hal. Ik vind het eigenlijk een slim idee. Ja, hond moet blijven. Ja, nou, ik blijf. Moet ik even met andere gasten begrijpen? Kom. Ja. Kom, portier. U kunt toch leven, hè? Ja, dat kan ik wel. Even. Nou ja, kom.
kom. Natuurlijk, even met de mensen praten. Ja, maar ik krijg daar moeilijkheden. Nou, daarom. Daar valt toch wel even over te praten. Ik heb toevallig hier wat onkosten nog. Oh. De zak. Zeg, mag ik u even deze vet genoemd? Oh, ja, zo even. Entrenoe, confidentieel. Ja, voor mij belangrijk. Dag, generaal Vastenburg. Ik moet aan de toekomst denken. Dacht ik wel. Voor pensioen en dat soort zaken. Hè, belangrijk. Kwartier, reken op u. U kunt hartelijk dank. Ja, Vastenburg. Tot ziens. Zo. Nog een paar van die honden in het kasteel even. Ik zal hem even uitlaten. Kalm aan, hè. Kalm aan, kom. Kalm aan. Rustig. Rustig. Kalm aan, kalm aan. Kalm aan. Kom hier. Kalm aan. En kalm, hè. En kalm, hè. En kalm, hè. Kalm, hè. Ik zeg goedenavond, Jopie. Hey, kijk eens, daar hebben we daar Pieter. Hoe is het? Met jou, lang niet gezien, jongen. Ja. Waar heb jij gezeten? Ja, we zijn thuis aan het sparen geblazen. Aan het sparen, Pieter? Aan het sparen geblazen. Maar dat heb ik nooit achter jou gezocht. Je was altijd zo gul met rondjes geven. Ja, dat is over, dat is over. Ja, het is namelijk zo, mevrouw en ik zijn van de zomer 20 jaar getrouwd. Dat vind ik leuk. Zijn we gaan sparen voor een extra reisje, kijk even. Naar de United States. Hey. Zo. 14 dagen gaf mijn moeder naar Amerika. Nou. Een week naar New York en een week naar mijn broer in Californië. Weet je wat? Ik heb een broer wonen. Nou, dat is niet gek. Dacht ik wel. Dat zal een aardig duitje kosten. Ja, ik heb al 1000 gulden betaald. Hè. Was 1500 gulden speciaal reis, hoor. Speciaal reis, 1500 gulden voor 2 personen. Dan heb ik 1000 gulden betaald en dan heb ik nog die andere 500 gulden bij me. Die ga ik lekker even afrekenen en is het gebeurd, begrijp je? Heb ik ter reis betaald. Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk voor je, eerlijk, Piet. Maar één ding, ik zal je toch een beetje missen dat je nooit meer een lekker neutje bij Jopie kon halen. Ja, je moet er wat voor over hebben, hè? Dat is waar. Mag ik even mijn lippenstift van je wangetje halen? Oh, dan worden weer bonjets thuis. Ja, daarom. Maar ik heb toch nou nog even 2 piekjes overgehouden om een klein minuutje te nemen. Nou, begrijp je wel? Kies ervan. Wat mag het zijn, een jonkie? Een jonkie, ja, een jonkie. Dat ik het al wist, zag je? En Jopie, je begrijpt wel, ik kan natuurlijk niks weggeven, hè? Ik zit een beetje krap bij de kas. Piet. Hey, René en de jongens zullen zo ook wel komen. Nou, jongen, die weten niet wat ze zien als ze jou zo binnen zien zitten. Nou, dat zou ik ook liever niet willen. Want ik weet precies hoe dat gaat als die jongens binnenkomen. Dan is het jongens drinkwater en dan krijg ik een rondje. En dan moet ik een rondje teruggeven. Waar. En dat zit er niet in, hoor, Joop. Nee, het geeft niet, jongen. Begrijp het allemaal best. Alsjeblieft. Smakelijk. Proost. Smaakt het, jongen? Ja, ik mag niet zo vlug drinken, hè? Want ik heb in de tijd van een half jaar heb ik nog niets gehad, hè? Ja, jongens, dus ik moet. Morgen en ja, voor elkaar, oké. Ja, zo. Hé, hey, dag Jopie. Hoe is het ermee? Kijk eens weer hier. Wat is er, Jopie? Het is anders behoorlijk fris buiten, hè? Ja, natuurlijk. Het wil maar geen zomer worden, maar ja, maakt niet uit. Hé, hey, jullie zit deze jongen met vrouw en kinderen op Mallorca, hoor. Doe je gaat me toch niet vertellen, meet? Dat je ook al je laatste centen hebt uitgegeven aan de vakantie? Wel, nee, natuurlijk niet. Oh. Er is altijd geld genoeg over voor mijn dagelijkse alcoholische verslaving. Zo pak ik het hoor. Ja. Hè? Wat zal het zeg, die heb al wat diep in het glaasje gekeken, geloof ik. Nou ja, de een gaat muizen zien en de andere trekt zijn jas een beetje anders aan. Ja, dat is een vreemd typetje in ieder geval. Hé, hé! Hé! Had ik kunnen weten! Hoe is het er nou? Goed, jongen. Dezelfde grap als vroeger. Ja. Leuk, zeg René, sorry, ik moet weg hoor. Mijn vrouw. Nee. Mijn vrouw zit te wachten met eten en die heeft afkokers. Dus ik moet meteen weg. Laat die afkokers even gaan. Dat kon er 5 minuten. Wat maakt dat nou uit? Naar huis, joh. Gewoon even 5 minuten bijpraten. Hé, joh, ik moet naar huis. Ga nou even lekker zitten. Relaxed, jongen. Zo, jongen, wat drink je van me? Je hebt nog? Oh, dan drink ik dat eerste rondje van jou mee, 2 rondjes van mij. Oké? Okay? Mag een whiskietje, Joop? Zo.
Zeg, kerel, wat een verrassing. Ja, ik dacht eigenlijk even dat jij lid was geworden van de blauwe knoop. Ik heb je een tijdje. Nou, ik ben gestopt met drinken, joh. Daar word je te dik van. Daar word je te dik van. Nou, dan ben jij te laat achtergekomen dan. Hé, hey, jij bent hier. Zo gezellig, hè. Dankjewel. Zo, jongen, nou, ik zou zeggen, hè, proost, hè. Dat je maar weer vaste klant mag worden. Ja, nou, missie je wel, hoor. Zeg, Jook, mag ik meteen even dat whiskytje afrekenen? Nou, Wolfie. Ja, ik moet het meteen even afrekenen. Kijk, wat ik dan voor je. Goedenavond. Hey, dag jongens. Goedenavond. Hey. Hey. Alsjeblieft. Dat is een tijd geleden. Ja, hoi, ouwe reus. Ja, jongens. Piet, lang niet gezien, jongen. Hey, nou, hoe gaat het? Zeg, oh, gaan wel, jongen. Wat drink je van me? Nee, jongens, wacht even. Rustig, niet de zaak verwarren. Piet is aan het geven. Tweede rondje is voor mij. Aha. Nou, ik heb er helemaal geen bezwaar tegen als jullie voor jezelf iets willen bestellen, hoor. Geen bezwaar, geen bezwaar. Nee, Piet, sorry. Maar dat zou ik ook niet leuk vinden als een vriend zijn eigen borrel ging betalen als ik aan het geven was. Nee. We willen graag wat van je drinken, maar we willen je niet beledigen. Nou, wat dat betreft mogen jullie me rustig beledigen. Rustig beledigen, weet ik niet erg. Piet, je bent een geweldige kerel, we hebben je gemist, weet je. Zeg, Jopie, schenk er eens even twee voor ons in. En pilsjes, jongen? Nee, whisky. Wat, whisky? Ja, we zijn gestopt. Whisky, we zijn gestopt met al dat bier drinken, jongen. Whisky is veel gezonder. Ja, zo is het ook. Tja, Pietje, mag jij nog van de zomer ergens naartoe? Nou, als het zo doorgaat, denk ik dat ik nergens naartoe ga. Nee, denk het niet, hoor. Denk het niet. Nou, dankjewel. Zeg, Piet, wat is het nou? Huh? Zo kunnen we toch niet met je proosten, jongen? Je staat leeg. Ja. Ah, Jopie, tap er eens een beetje bij. Ja, ja jongen, dat hoeft niet. Dat hoeft niet. Dankjewel, jongen. Juist gezellig. Zo, jongen. Zo, ja, allemaal. Ja, allemaal. Nou, Piet, ouwe jongen, ik zou zeggen, daar ga je. Proost. Hartstikke fijn, jongens. Als je gezondheid. Proost. Gul altijd, hè, Piet. Zo, Jopie, mag ik dat even afrekenen voor het verder uit de hand loopt? Even kijken, dan gaan we. Altijd goed. En een goeie avond, allemaal. Hoe gaat het met jou? Leuk. Dat heb ik een tijd niet gezien, hier zo. Jopie, Japs, wat ben jij uitgelaten, jongen? Ja, mag het zeggen. Ik heb 5000 gulden gewonnen vanmiddag in de loterij. Zo! Wat denken jullie van me? Nou, neem ik een whiskytje van je. Ja, een whiskytje. Ja, dat doe ik mee. Jij bent aan de jonge bols. Nee, ik neem ook een whisky. Ook een whisky. Nee, dat schijnt gezond te zijn. Dat schijnt gezond te zijn, whisky. Oké, Jokie, 5 whisky en schat, neem zelf ook wat, hè. Oh, lekker, jongen. Neem ik een vulpje, Jokie? Ja, neem maar wat je hebben wil, hoor. Zeg, Jap, wat ga je met al dat geld doen, jongen? Nou ja, ik denk dat het meubeltjes wordt. Ja, we gaan meubeltjes kopen, joh. We zakken thuis door het bankstel. Oh, ja. Nou, als je hier alvast een beetje doorzakt, dan ben je thuis wat aan gewend. Ja. Daar ga je, Jappie. Ja, nog een helftje proost, hè. Ja, proost. Gezellig, mensen. Zo. Nou, jongens, ik hoop dat jullie me excuseren. Dan, ik ga uiteraard naar huis. Ja. Mama, het grote nieuws vertellen. Joop, wat krijg je van me? Even kijken, Joop. Ik zak 5 whiskytjes en een Vanskoejakkie is 23,5, jongen. Schat, ik heb niet kleiner dan 1000. Kijk eens even, meneer betaalt met 1000. Meneer Garanza, kijk, meneer Garanza. Ja, dat kan niet wisselen, Joop. Niet wisselen. Nee, dat kan ik wel begrijpen ook. Hé, jongens. Leen me even 25 gulden tot morgen. Dat treft slecht. Dat heb ik niet bij me, hoor. Dat spijt me. Hey, Piet, wil jij me even 25 gulden lenen? Nee, sorry. Ik beste vrienden, maar geld lenen doe ik niet. Nee. Dat is slecht. Dan raak je geld en je vrienden kwijt. Nooit geld lenen. Piet, je hebt gelijk. Nee. Ik heb er eigenlijk ook een hekel aan. Weet je wat? Jij neemt dit rondje voor je rekening en morgen drinken we een dubbele op de mijne. Ja, een dubbele. Schat, Pietje! Boys, tot ziens, hè? Jongens, het spijt me, maar je moet ook gaan, hoor. Zo. Ja, wij eten vroeg vandaag. Oh. Want ik moet nog vanavond naar een autoavond op school. Hey. Ja, hij is mijn chauffeur, dus ik moet met hem mee. Ja, natuurlijk. Begrijp je wel? Tot ziens, Piet. Ja, jongens, tot ziens. Zeg, Piet, ik zie je morgen hier weer, hè? Ja. Dat hoop ik. Nou, we hopen het ook, zeg. Ja, jongens. Hé, wat gezellig. Ah, ja. Dat ik hier zo nodig een borreltje moest drinken. Nou ja, gewoon, als je mijn lol hebt, zeg altijd, weet je wel. En ik heb gelachen, hoor. Dat zal wel, ja, we lachen altijd. Zeg, wat vliegt de tijd als gezellig is. Ik moet een cursus. Moet je cursus? Ik moet cursus vanavond, jongens. Breien. Zeg, Piet, ik blijf met jou lachen. Ja. Tot morgen. Dag, Jopie. Dag, Neekje. Tot kijken, jongen. Zo, hartstikke leuk, hè. Zeg, Jopie, zou ik dat op kunnen laten schrijven, die rekening? Anders ben ik bang dat mijn buitenlandse reisje erbij inschiet.
Kan dat? Pietje, je weet, ik zou het met alle plezier doen, jongen. Ja, je weet het, hè? Ja. Maar ik kan het niet doen, jongen. Ik krijg zo'n last met mijn baas. Op de pof, ik kan het niet meer doen. Eerlijk niet. Oh, nou ja. Zeg dan maar hoe het is. Hoeveel is het? Nou, even kijken. Hé, hey, Pietje, maar waarom waag je niet een gokje op die jackpot? Jackpot? Hij staat op springen. Ik wie, weet wie, het. Wie? Die jackpot. Oh. Nou ja. Ik kan het een keer proberen. Heb je nog een piekie? Ik heb er nog één, ja. Nou, probeer. Wie niet wacht, wie niet wint. Wie niet wint, vind ik ook. Kijk. Hier op jou, nou, weer niks. Wat jammer. Ach, het zit me niet mee, het zit me niet mee. En ik weet zeker, de volgende is de jackpot, hoor. Ja. Hij staat op springen. Ik weet dat zo ongeveer. Weet je wel wanneer dat gebeurt? En dat is zover. Hé, hey, wacht even. Wacht even. Hé, hey, Jopie! Wat? Ik voel hem! Heb je hem nog? Ik voel hem! Heb je hem? Ja! Kijk! Ik heb er nog één! Ja. Ik heb er nog één! De laatste brood van gaat me nog! Dus ik druk hier? Ja! Zo? Jij trekt? Ja! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ik heb de jackpot! Ah, dag meneer Junior. Ah, dag meneer Pietersen, ik wilde u even wat vragen. Oh, er zijn toch geen moeilijkheden? Nee, natuurlijk niet, anders had mijn pa u niet 30 jaar op de fabriek gehouden, hè? Nou ja. Nee, mijn pa wilde u iets vragen, maar ja, dat durft hij niet zo goed. Ja, hoe zal ik het zeggen? Hij is verlegen, hè? Oh. Hij is een beetje bescheiden. Nou, dan kan ik al jaren mijn salaris merken. Meneer Pietersen, u kent mijn zuster, juffrouw Martha? Ja, die kijkt van zo groot af, ja. Meneer Junior. Maar mijn zuster Martha is niet zo meer, mijn zuster Martha is nu zo. Oh. En ze gaat trouwen. Nee, met wie? Met wie? Ja, dat is nou juist het probleem, meneer Pietersen. De aanstaande van mijn zuster is namelijk een Hollandse ingenieur. Hey. En die werkt in Australië en kan daar niet weg. Oh, dus het gaat niet door? Jawel, jawel, jawel. Het gaat wel door. Het gaat wel door. Hey, mijn zuster trouwt namelijk met de handschoen. En dat is nou juist wat mijn pa u wilde vragen. Wilt u als vrijgezeld zijnde met de handschoen trouwen? Moet ik met de handschoen trouwen? Dat heet zo. U trouwt wel, maar ja, wat zal ik zeggen? U trouwt eigenlijk niet, hè? U vervangt alleen even de bruidegom, omdat die niet aanwezig kan zijn. Nou, dat zie ik niet zitten. Nee, ik weet precies hoe dat gaat. Als dan de bruiloft afgelopen is, blijf ik met een wildvreemde bruid zitten. Wie weet wat u zus allemaal voor plan is met me. Weet u dat niet? Meneer Pietersen, het is slechts een formaliteitje. Ja. U gaat naar het stadhuis, u tekent even de akte en dat is al. En wij nodigen u uit op de bruiloftsdiner. U bent onze gast. Oh, mag ik, is de bedoeling dat ik mee blijf eten? Jawel, meneer Pietersen. Hey. Mijn pa zou dat zeer op prijs stellen. En ik heb het menu gezien. Superbe, mag ik wel zeggen. Superbe, hoor. Heb ik nooit gegeten? Nee. Nooit gegeten. Houdt u van poulet roti mexicain? Poulet roti mexicain? Wat is dat? Dat is kip. Kip? Oh, dat kan je me onder begraven, meneer Junior. Kip, dat vind ik het lekkerste. Zo uit het vuistje, zo. Dat vind ik kip, ja. Kunnen ze me onder begraven. Dus wij kunnen op u rekenen, meneer Pietersen. Ziet er eens helemaal zitten. Nou, ja. Zullen we dan maar eventjes Ik moet wel denken aan die snuiter die in Australië zit. Wat zal hij de P in hebben dat hij weet dat een ander aan zijn kippetje zit te kluiven? Ja, laat me nou maar op. Johan. Jawel, meneer. Johan, direct van diner zit een van mijn personeelsleden, zeker meneer Pietersen. Een eenvoudige, brave ziel, maar hij zal zich misschien niet helemaal in ons milieu thuis voelen. Begrijp je? Dus als jij misschien met de nodige tak eventuele moeilijkheden wilt oplossen, ben ik je daar dankbaar voor. Natuurlijk, meneer, daar kunt u op rekenen. Ja? Dan ga ik even terug naar de gasten. Gaan we gang. Ja, zeker. Zo. Nou, meneer Pietersen, het is allemaal prima verlopen. Ja, prima. Bent u blij dat het officiële gedeelte erop zit? Nou, ik wel. Zag u al die vrouwen naar me kijken? Ik schijn nogal indruk gemaakt te hebben met mijn jacket aan. Het ziet er ook fantastisch uit. Het zit perfect, hoor. Ja, superb, hoor. Wat? Superb. Ja, nee, nou, ik moet u zeggen, dat vind ik ook prima, hoor. Ja, belooft een feestelijk diner te worden. Ja, en daar heb ik op gerekend. Want weet je wat ik heb? Kijk, dat is geen gewone ring. Daar zit zo'n drukker in, hè. Als iemand een hand geeft, krijgt hij stroom. En wat ik ook nog heb, ik heb van die hem. Hoe vindt u die? Heb ik ook weer genomen. En dat wordt tof, mijn jongen. Meneer Pietersen, dit kan helaas niet. Dit kan helaas niet, alstublieft. Oh, dus zo gezellig wordt het ook niet. Oh, en dan stiek je zo'n stuk.
Morgen een andere neus kopen. Meneer Pietersen, er is nog één ding. Eén ding, ja. Mijn pa gaat straks onder het diner even de gasten toespreken. Ja. En nu zou het zeer op prijs gesteld worden als u, als onze gast, hè, als u ook een klein woordje zou zeggen, als u een tafelspeech zou afsteken. Ja, nee, dat kan ik niet, meneer. Nee, ik kan wel een goede mop vertellen. En dat is nog een... maar ik kan niet speechen. Nou, liever... Ik weet niet wat ik zeggen moet. Daar hebben wij al voor gezorgd. Daar heb ik voor gezorgd namelijk. Ik heb al iets op papier gezet. En onze butler Johan zal u souffleren dan. Hè? Oh, nou ja, misschien... Johan, even... Dames en heren, neemt u even plaats. Zo, meneer Pietersen, mag ik dan nog eventjes van de gelegenheid gebruik maken om u hartelijk te feliciteren voor uw bijzondere bereidwilligheid. Graag gedaan, graag gedaan. Zo, nee! Oh, wat doet u nu? Wat doet u? Oh, en dat is wel een lachen, hè? Oh, nou, ben ik niet aan gewend, hoor. Ja, je hebt altijd bij me. Oh, grappig, grappig. Nou, ik mag u dan verzoeken plaats te nemen in de familiekring. Oh. Misschien is het wel aardig als u naast mijn dochter Martha wilt plaatsnemen. Hartstikke leuk. Naast, ja? Gaat u even zitten. Zo, Johan. Kom en bruin. Zo. Zo, zo, zo. Hartstikke leuk. Kan u erbij? Ja. Oh, dat is zo. Zo. Nou ja, juffrouw Martha. Hartstikke gezellig, hè? Ik vind het al bijzonder vriendelijk, meneer Pietersen, dat u vandaag onze gast wilt zijn. Ja. Ja. Nou, als ik het zo bekijk, vind ik het toch jammer dat ik niet mag blijven voor de huwelijksnacht. Ik zou zeggen, mensen, proost! Best wijntje. Ja. Dit is een Cateau de Haute Sauverne 63. Nou, ik kan me niet schelen hoe oud Cateau is, maar hij is prima! Ja, nou ja. Dag even een beetje bij, lekker vriend. Nou ja, doe maar even dan. Ja, dankjewel. Zo. Mensen, ik zou zeggen proost en het volgende rondje voor mij. Ja. Binnen. Geachte familieleden, beste meneer Pietersen. Wij zijn hier tezamen op de wel zeer bijzondere huwelijksplechtigheid van mijn lieve dochter Martha. Ik ben niet met het lachen eens, maar goed. En mag ik u allereerst even verzoeken een toast uit te brengen op mijn schoonzoon, ja? Ik sta leeg. Had ik niet op gerekend? Nou ja. Dank u wel. Nou jongens, ik zou zeggen, van de vissen. Ja, pardon, mag ik eventjes, is dat van jou de beste kind? Eventjes. Nou, wij hebben allemaal het glaasje gegeven. Ik zou zeggen, cheerio. Cheerio. Ja, ja, ja. Jongens, en kantel, jongens. Ja, nou. Ja, zo, mijn schoonzoon, die zoals wij alle weten helaas in Australië verblijft. Ja, zit achter de kangaroes aan. En, nou, of achter iets anders. Of moet ik even, dat schiet me eens in mijn gedachten. Moet ik even vertellen, wat krijg je als je een kruising tot stand brengt tussen een beer en een kangaroes? Nou, hey. Denk eens even na. Nou. Mondjassen met zakken erin. Stand de muur, is je goed? Juist. Meneer Pietersen, mag ik even... Ja, daar zie je de deur uit. Ja, dat is je weer af. Lieve Martha, je moeder en ik zijn ons bewust dat jij nu een volwassen vrouw bent geworden. Die haar eigen weg gaat in het leven. Immers, als de kuikentjes volwassen worden, verlaten zij de kloep. Het water loopt op mijn mond uit als ik direct aan die kip denk. Hij heeft het over de kloek, ik moet aan die kip denken. Die Mexicaanse jongen. Meneer Pietersen, mijn man is al op bord. Ja, als je maar voortmaakt, dan ik helemaal van de honger. Martha, jij hebt voor je eigen leven gekozen als volwassen vrouw. En jij zult nu je verdere leven gaan delen met de man die jij lief hebt. Papa, ik ben zo gelukkig. Nou ja. Voor mij ziet het helemaal niet zitten over die vogel in Australië. Nou, ja. Zal ik je eens even lekker verwennen, hè? Deze bruiloft is... Nee, ogenblikje. Meneer Pietersen, ogenblikje. U bent de bruiloft niet, natuurlijk. Oh. U bent slechts
een figurant. Hè? Ja, maar ik zeg altijd maar zo, beter één figurant in de hand dan een bink in het vreemde land. Hè? Ja. Meneer Pietersen. Meneer Pietersen, matig u. Meneer Pietersen. Meneer Pietersen, er zijn grenzen. Die worden verlegd. Ik vind het een beetje een droge bedoeling, mensen. Laten we nog wat drinken. Mag ik even wijsheid? Nou, ik geef u de dat is niet gebeurd. Nou ja. U, mevrouwtje, u nog wat. En u, meneer, u valt natuurlijk ook. Nee. U drinkt niet meer. Nee. Drink ik genoeg. U bent zeker geheel onthouden van uw vak, hè? Nee, ik ben schoenfabrikant. Is u? Schoenfabrikant. Schoen. Nou, dat is goed dat u spreekt. Moet u eens kijken. Die heb ik 14 dagen geleden gekocht. Er zit nou een gat in. Moet u eens kijken. Ze hebben een hele schuil. Dat is toch een schuil, hoor? Dat is een schuil. Meneer Pietersen. Meneer Pietersen. Huh? Zou u dat niet willen doen? Nee, maar ik heb er een gat in. Ja, dat maakt mij niet uit. Dat doen we. Ik heb er 14 dagen. Ja, komt u zitten. En ik loop nou al op mijn tandvlees. Komt u zitten. Oh, ja, komt u snel zitten. Zo, ja. Zo, meneer Pietersen. Kan ik verder gaan? Ja, als u maar voor mag, wat eten we koud, hoor. Oh, ja. Nou ja, ik zal het vanwege bepaalde omstandigheden hierbij laten. Bon appétit. Wat, hè? Bon appétit. Dat had u niet gezegd. Bon... Dat hebben we geen eten. Had u... Smakelijk eten. Oké, vertel het. Beginnen we met koffie? Dat is soep, meneer Pietersen. Turtlesoep. Turtlesoep? Je kan wel zien dat er op de zaak bezuinigd wordt, hè? Dat is een slap gedoetje. Meneer Pietersen, dit is schildpadsoep. Oh. Oh, die moet je natuurlijk langzaam opeten. Zit er geen bal ook in? Nou, dan stop ik hem morgen iets. Ja, ik vind het verrukkelijk. Vindt u het verrukkelijk? Dan heb u zeker nog nooit een goede erwtensoep gegeten, mevrouw. Hij had een lekkere, stevige erwtensoep met een grote mos erin. Dat is even smikkelen. Je bent misschien een beetje laat rusten na afloop, maar... Oh, ja, zeg, hè. Je bent even maar alsjeblieft, zeg. Hallo. Ja, Johan. Kan ik de soep overgaan? Ja, maar even, had ik heb gegeten en gedronken op deze manier. Jongens, geef even de koffie door. Even is makkelijker. Hey, de koffie door, hoor. Hey, schoenen. Hoog op. Zo, Johan. Dat is lekker. Dat is lekker. Zo. Dan krijgen we nou weer. Als ik het zo bekijk, mevrouw, hebben we een flinke alles. Hè? Meneer Pietersen, daar hebben we ons personeel voor. Ja, nou, als u handig bent, laten we ze allemaal even blijven. Even helpen afdrogen. En dan kan u ook helpen. U hoeft u vanavond ook niet uit te sloven. Super slimmerdag. Meneer. Hè? Meneer Pietersen, het is uw beurt om iets te zeggen. Mijn Pietersen. Oh, ik zou het zeggen. Johan. Excuseer mij, dat is uit de hand gelopen. Excuseer mij. Geachte disvrienden. Huh? Geachte disvrienden. Geachte visvrienden. Ik ben zeer verheugd in dit gedistingueerd gezelschap te zijn. Ik ben zeer verheugd in dit gedistingueerd gezelschap te zijn. Te zijn uitgenodigd. Om hier aan dit diner te zitten. Als gewone invité uit het volk. Als gewone abonnee van Vrije Volk. En ik wil ten slotte vanaf deze plaats... Mijn dank betuigen. Het tuig bedanken. Nee, mijn dank betuigen. Mijn bedankt. En beste mensen, hoewel ik een gewone arbeider ben, hè, heb ik toch in mijn lichaam een hart zitten. Maar niet alleen zit er een hart in, er zit namelijk ook een maag. En uit die maag komt één brandende vraag, waar blijft de kist? Ja, dat is ongelooflijk. Ja, sorry, dat is ongelooflijk. Ja, nee, mensen. Dit zo
mijn excuses, maar staan. Johan, breng die man naar de keuken. Geef hem kip, wat hij wil, te veel. Op weg. Oké, dat doen we. Zo, dan gaan we weg. Nou, ik zie jou nog wel, hè, maar. Nou, nee. Zo. Hé, was hij goed in spiet, meneer? Ja, gaat u maar. Ja, stel hem wat. Nou, jongens, ik wacht de grootste eruit, hoor. Ja, ja, gaat u maar. Mijn excuses voor dit incident, dames en heren. Hij is weg. Ja. Het feest gaat door. Ja, dat dacht ik ook. Ja, mijn excuses hoor, voor dit incident dat allemaal gebeurd is. Ja, maar ik geloof toch nee. wel dat zij niet goed is. Je voelt je niet goed, maar nee. het is misschien beter als je even terugtrekt in het boudoir. Neemt u mij niet kwalijk? Nou ja, ik begrijp het, lieve schat. He? Ik heb even, het is een beetje anders gelopen dan we gehoopt hadden, hè, Marta? Mijn excuses. Ja. Ja, wel, beste disgenoten. Sorry, incident. Niet zo bedoeld. Kom ze zitten, mama. Maar wij vieren feest. Een zeer bijzondere dag voor ons met onze dochter. En wij willen toch zeer zeker ook de heer Pieters, ondanks alles, we hadden kunnen verwachten, bijzonder hartelijk danken voor zijn medewerking. Ja. En zijn bereidwilligheid van vandaag. En ik heb een blijvend presentje voor hem. En misschien is het wel aardig om dat hem nu even aan te bieden, hè? Ja. Johan, zou jij meneer Pieters even uit de keuken willen halen? Natuurlijk, hè? Misschien wel even aan. Kunnen we dat nu even aanbieden, hè? Meneer Pieters dan? Ja. Meneer Pieters dan? Meneer Pieters dan? Ja, is dat geroepen? Hier, hoor. Zo, Suzanne, ik hoop dat je een beetje blij bent met je cadeautje, hè? Oh, Anton, het is een droom. Ja. Dank je wel. Nou, is van harte gegund, hoor. Oh, hij is beeldschoon. Hij is leuk, hè? Zag je hoe iedereen naar me keek in de hal van het hotel, toen ik zo wegliep? Ja, terecht. Je bent ook een heel bijzonder vrouwtje, Suzanne. Oh. Weet je, ik droom tegenwoordig ook 's nachts van jou. Ach, wat lief. Ja, wel lief, maar het is gevaarlijk. Hoezo? Nou, ik droomde van de week ook hardop, hè. En toen riep ik steeds je naam. Suzanne, Suzanne. En meteen werd mijn vrouw wakker. Oh. Ja, en die zei, wie is Suzanne? Oh. En wat heb je toen gezegd? Nou ja, ik heb hem aan draai aangegeven natuurlijk. Ik zeg, ach, Suzanne, zo heet het paard waar ik afgelopen zondag op gebed heb. Ja. Wat slim van je, ja, maar ik was er nog niet. Volgende dag kwam ik thuis en ik vroeg zoals gebruikelijk, is er nog wat geweest? Waarop mijn vrouw zegt, ja, of je je paard wil terugbellen. Voel je wel? Ik wil maar zeggen, Suzanne, jij moet mij thuis niet bellen. Daar krijg ik moeilijkheden mee, begrijp je wel? Ik zal het niet meer doen, Anton. Dat beloof ik. Dat is mooi. Niet meer doen. Nou, ik zou zeggen, we zijn hier dan. Zullen we het een beetje gezellig maken? Ja, ga ik even mijn jas wegleggen. Ja. Doe het wel goed uitleggen, dan kan ik er steeds naar kijken. Oh, wat heerlijk, hè? Maar je mag er niet op staan, hoor. Oh, nee, dat doe ik zeker niet. Zo. Nou, Suzanne, beetje gezellig nu, ja, gezellig, hè? Nou, wat maak zullen we doen? Jij de rits dan maar eens los. Oh, de rits. Dat lijkt me een heerlijk begin, hè? Ja, wat heerlijk met jou alleen te zijn ook, Suzanne. Ah! Wat? Zit je velletje ertussen? Kijk, kijk! Wat? Daar! Is die man nou helemaal betoeterd? Oh, Anton, dat nou net de glazen wassen moet komen. Nou ja, dat is de bloody limit, zeg. Dat accepteer ik ook niet, hoor. Geloof dat nou maar niet. Dan ga ik onmiddellijk zeggen wat te doen. Wacht eens eventjes. Dat doe ik onmiddellijk wat aan, hoor. Kijk, dat accepteer ik onder geen voorwaarden. Ze hebben je gezegd. Maar, oh, wat wil ik nou? Ja, wilt u wel aan het raam, ja, moet hij maar nou. Ja, wilt u onmiddellijk verdwijnen? Weg. Meneer, ik moet even een losse haal geven. Ik ben zo weer weg, meneer. Ja, dat kunnen wij nu niet hebben. Wij zijn bezig. Ja, dat had ik al gezien. Ja. U was met het raam ook al bezig. Ja, ik verzoek of jullie weg te gaan. Anders bel ik de portier beneden. Ja, ik ga rustig de portier bellen, want ik kan mijn werkrooster niet veranderen, hoor. Zo. Maar u hebt van mij gelast. Ik zou zeggen, gaat u rustig uw gang waar u mee bezig was. Ik let nergens op. Nee. Ik ben anders als mijn collega van de tweede etage. Zo is dat zo, ja. Die van platte neus van naar binnen kijken. Maar die van mij, die wipt nog, mevrouw. Ja, ik ga je. Zeg, met andere woorden, u weigert om weg te gaan. Nou, is geen kwestie. We weigeren, meneer. Als u vanavond dicht hebt gelaten, had ik al klaar geweest.
Ja, heeft gelijk, Anton. Doe dat raam nou maar dicht, dan is die man zo weg. Ja, dan moeten wij verder. Met nu kan ik praten. Nou ja, gaat u dan maar weg. En doet uw werk, alsjeblieft. Ja, ik doe er sneller dicht dan open. Ja, ongelooflijk. Wie verwacht nou zoiets in een eerste klas hotel, zeg? Nee, ja, Anton, die man moet tenslotte zijn werk doen. Dat vind ik nou onzin. Nou, dat is vervelend, hè? Ik wil met jou alleen zijn, Suzanne. Dat ik geen pottenkijkers heb, hè? Laten we eerlijk zijn. Het is heel vervelend. Ik hoop dat die man opschiet een beetje. Maar... Oeh, ik geloof dat hij klaar is. Dag. Is klaar. De goede man, nou, heeft snel gedaan. Nou. Zo, tot ziens. Ja, die is weg. Die is weg. Die is weg. Zo, Suzanne, waar waren wij gebleven? Bij mijn rit. Bij de rit? Dat was ook zo. Ja, wat heerlijk, hè. Zo mag ik even. Oh, vervelend. Nou ja, we doen gewoon... Oh. We doen niet open. Anton, je hebt toch wel de deur op? Ja, ik laat hem gewoon... Laat hem gewoon dicht. Oh, wat is dat vervelend, zeg. Wie kan dat toch... Zo! Wat nou? Ja, nou even aan de binnenkant, meneer. Ik moet even aan de binnenkant. De binnenkant? Meneer, we gaan mij toch niet vertellen dat u die hele binnenkant nog van het raam moet gaan doen? Mevrouwtje, zo gebiept, zo gebiept. Even de tanden elkaar bijten. Ik ben zo klaar. Nee, meneer Glaas. Sorry, dat kan niet. Helaas kan dat niet. Kijk eens, moet je goed begrijpen, hè? Wij willen privacy. Oh, ja, ik begrijp. Ik wil de prever zien. Ja, ik begrijp. Nou, ik ben wel wat gewend, hoor. Oh, ja. Nou, ik zou, als ik u nou toch vertel, misschien is dat een leuk verhaal om even te zeggen. Ik ben verleden week, mevrouw, ben ik aan het lappen. Ook hier op de etage, voor een badkamerraam. En staat op de lappen, verdenk, er komt er een hele mooie jonge dame het bad uitstappen. Niks aan, alleen maar de hoed op. De badmuts. Maar ik leid daar niet op. Ik let al niet op, dus ik sta gewoon te zeven. Wat denkt u? Zij gaat naar mij staan kijken. Ja, weet je gek. Ja, ik denk dat gaat me vervelen. Ik schuif het raam omhoog. Ik zeg, hey, heb jij nou nooit een glazen van ze gezien? Dat is toch een mooie wits, nog, hè? Ik zou zeggen... Dat is een mooie wits, hè? Wat leuk! Ja, wou ik even praten, verhaal. Ja, natuurlijk vertellen. Nou, is dat genoeg nu, hè? Ik mag wel, ik vind mevrouw een aardig vrouwtje. Ja, zeker. Nou, ik mag toch wel even een compliment maken. Dat zie je toch niet dagelijks, hè? Nee, nee. U hebt de figuren, de mate, mevrouw, van een grammofoonplaat. Ja, u hebt de mate van een grammofoonplaat. 33... 45 en 78 toeren. Wat kan u een gekke leuke ding zeggen? Ja, oh, u weet niet half hoe leuk ik uit de hoek ben gekomen. Nou, ik zou zeggen, het is nu genoeg. Al de tijd, dat wordt hier niet. Rustig aan. Dat wordt hier niet. Dat wordt hier niet. Ik niet agressief. Nee, maar het is namelijk zo. Ik bedoel, de handtastelijkheden doet u denk ik bij deze dame. Nou, liever niet. Daar ben ik niet van, meneer. Hoe lang bent u eigenlijk met die dame getrouwd, dat vraag ik me. Oh, wij, wij. Dat was de vorige show. Nee, wij zijn pas getrouwd. Wat zegt u? Wij zijn pas getrouwd. Oh, nou, dat zal niet meegevallen zijn met uw leeftijd. Zo, u hebt een behoorlijke tik van overgehouden. Nee, maar zeg... Ik ben directeur van een grote zaak. Zo. En dus even... Oh, meneer. Hondje, nee. Hondje. Makkelijk, zeg. Ik moet om mijn positie denken. Ja? Nou, ik zou maar om haar positie denken. Ja, nou, ja. Zeg. Huh? U hebt gelijk, ik sta mijn tijd te bekletsen. Ja, precies. Doet u dat dan even snel, hè? Hé, de man. Jas, mag ik er even aankomen? Mag ik er even aankomen, mevrouw? Ja. Wat heeft u een mooie jas? Ja, mooi, hè? Ja. Oh, wat prachtig. Heb ik van Anton gekregen? Ja. Origineel konijn? Nee. Nee. Ik vind het een pracht. Zeg, mevrouw, als ik vragen mag, ik wil jongen, wat heb u dan nou voor moeten doen, mevrouw? Niet veel. Oh nee? Wat dan, mevrouw? Ik heb alleen een stukje van de mouw af laten halen. Nou! Zeg, die zorgen zo nou niet. Laat maar! Nou, u slaat één slechte vuur. Nee. Zou u de hele etage hebben kunnen doen? Dan hou ik mevrouw even aan de praten. Zo, zie. Het is gebeurd in de wip als je het even doet. Nou, dat raam is klaar, u kunt weg. Kom, het is weer een hout. Kijk dan, meneer, al die streep op de raam. Dat als mijn baas het toch zou zien, meneer, dan zou ik toch aan mijn hielen kunnen drinken. Dat is maar geen raamlappen, meneer. Dat kan niet doen, nee. Laat mij even doen. Kom, meneer Graaf, kom maar even. Kom. Wat is er toch nog steeds, meneer? Heb u haast? Heb u een klusje of zo? Ja,
Gezellig even een drankje. Ja, ja, ja. Zeg, weet u wat, over drankje gesproken. Kijk eens, hier is 10 gulden, hè? Gaat u van mij nou ergens gezellig een borreltje drinken? Ja. Nou, ik vind het wel leuk, meneer, maar alleen is maar alleen natuurlijk, hè. En met een tientje, je doet er niet veel mee, dat begrijp je wel. Ik weet waar u naartoe wil. Ja, dat kost een hoop cent. Nee, nee. Kijk eens, hier is nog 25 gulden. Als u nou ergens een leuk vrouwtje ziet, neem maar mee samen een borreltje drinken. Nou, maar het is namelijk zo... Nee, ik zou dat dan nog. Toch is genoeg geweest. Hartelijk dank, ergens. En tot ziens. Zijn we kwijt, zeg. Nou, vervelend hoor. Ik vond dat je een beetje onaardig tegen die man deed, Anton. Onaardig. Die man deed tenslotte zijn werk en hij had veel humor. Nou, ik vond hem hoogst irritant. Suzanne, ik wil met jou hier alleen zijn. Hè? Dat was toch de hele opzet, hè? Ja, ja. Zeg, Suzanne. Je wou het gezellig maken. Ik ga het nu heel gezellig met jou maken. Dat lijkt me moeilijk, hè? Moeilijk? Ik kan hier namelijk geen bed ontdekken. Oh, waar jij toch allemaal niet aan denkt, Suzanne. Ondeugend. Ja, ja. Nee, maar deze kamer is heel bijzonder. Heel daar heb ik een heleboel geld voor betaald voor deze hotelkamer. Het allernieuwste. Let even goed op. Kijk. Elektronisch. Voilà. Ach, Anton, wat er overal aan gedacht. Oh, wat lekker. Vind je het leuk? Oh, ja. Zal ik even drukken? Ja, lekker. Dat lijkt me een leuk spel. Even drukken. Woe. Daar ga je dan. Zo. Daar ga je dan. Wat enig, hè. De techniek staat voor niets. Ik zou zeggen, kom er maar weer uit, Suzanne. Suzanne, kom maar weer. Faites vos jeux, mesdames. Rien ne va plus. Le numéro 23. Rien ne va plus. Numéro 24. Et pour jeu, monsieur dame. Heb je me een beetje gemist? Ik jou ook. Ik zou je willen strelen en je in mijn armen willen nemen. Dankjewel, dankjewel. Dankjewel, tot ziens. Hallo, schoonheid. Ik hou van je. Ik bedoel, ik hou van je. Maar ik zou je ook willen strelen. En ik hou van je. Ik zou je in mijn armen willen nemen. Hè? Schoonheid? Hé. Hey.
Hallo, Herman. Hoe met vrouwen en kinderen? Alles goed thuis? Ja. Leuk je weer eens te zien. Hm? Dankjewel, Herman. Merci, kerel. Merci. Rien va plus. De numéro 20. Pet voor je gedaan. Rien de pas plus. Le numéro 25. Faites pour je, monsieur dame. Rien ne va plus. Le numéro 23. Faites faux jeu, monsieur dame. Rien ne va plus. Le numéro 34. Faites faux jeu, monsieur dame. Rien ne va plus. 17.
over die café, dan doe ik het altijd vanuit de stelling die ik altijd probeer aan te hangen. Van meneer, ik ben het niet met u eens, maar ik zal tot... Vind je het wel verstandig wat we doen? Maar lieve schat, we hebben toen nog niets gedaan. Nou ja, weten ze nou niks beters te verzinnen dan een bedscène alsmaar? Dames en heren, die scène zijn niet nur zum essen, natuurlijk niet. Sondern ook zum sprechen. Oh, Marianne. Marianne. Denk aan mijn moeder. Oh, maar dat denk ik nu niet aan. Die moet me voor haar eigen vriendje zorgen. Nou. Met de mogelijkheid. Goed voorgegeven. En de goal van Jan Schoen. Doe maar. Dat gaat nog een stapje verder in bed. Doe maar. Ogenblik. Binnenlands nieuws. In Eindhoven is vandaag een nieuwe supermarkt geopend die alleen toegankelijk is voor nudisten. De directie zei dat het wel niet zo druk zou worden, maar dat men in ieder geval geen last zou hebben van zakkenrollers. Rotterdam. De vakbond heeft een aanklacht ingediend tegen... tegen de directie van een groot metaalbedrijf ter plaatse. Het middageten in de kantine schijnt zo slecht te zijn dat de arbeiders willen staken voor een kortere lunchpauze. Bewoners van de Bijlmermeer hebben een klacht ingediend bij de gemeente. In een plaatselijk blad... Geen woord dat ik hier ben. Geen woord. Ik waarschuw je. Ik leg je neer. Geen woord, hè. In een plaats. Goedenavond, dame. Hebt u hier een verdacht persoon gesignaleerd? Nee, nee, niemand. Niemand gezien. Hallo. Mag ik me even mee bemoeien? Hij zit daar in de kast. We zullen eens even kijken. Nagekomen bericht. Zojuist is een nieuwslezer aangeschoten. Zijn toestand is redelijk genoeg. Nou, pardon, ik heb hem een tijdje niet gebruikt. Ja. Mag ik een van u heren? Dat u? Een A. A. A.
lijster in de laag. Naast Tampa staan, waarom zal ik langer met haar praten? Ze denkt maar na in pyjama. Ja, Lida, ga maar naar pa. Daar ligt die fraaie lijster in de laag. Naast Tampa staan. Laat mama maar water halen. Laat papa een kater halen. Jaag elkaar maar later achterna. Ik ga wel draag. Wacht naar Appelsma. Want ik hou van sla. En vraag daarna. Mag ik een E van u? E. 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 W, A, O en W, W, W. En C, A, O en A en P. En W, W, D en stilte, S, W, W. D, D, D en B en W. En C en A en V en D. En K, V, P en Ajax, P, S, V. Ajax, P, S, V. Ajax wint de wereldclub. Hup, hup. Hup. Er wordt niet gehupt. E, E, G en L, P, G. En G, G, D en G, P, V. En V, V, V en hele slappe T. En V, V en P, V, C. En 10 CC en G, V, D. En A, B, C en A.